dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash. Op de eerste maandag in september staan paarden en ponies van alle mogelijke rassen ruim opgesteld in de brede dorpsstraat die begint bij de Elster Toren. Ook rondom de paarden is er voldoende plaats om de dieren te bekijken. In het verlengde van de markt staan de kramen van de warenmarkt opgesteld en op het nabijgelegen Europaplein is dan de jaarlijkse najaarskermis. Jawel, we zijn op de paardenmarkt in Elst. Wat is er nou veranderd ten opzichte van vorig jaar? Er zijn een drietal veranderingen. En het eerste is dat er dit jaar voor het eerst is hier een kantoor voor de exportcertificering. Dat wil zeggen dat de paarden, en dat zijn er heel veel, dat die voor het buitenland bestemd zijn. Dat ze hier op de markt zelf de papieren en de keuring in orde kunnen maken voordat ze de verre reis aanvaarden. Aan het einde van de markt, aan het einde van de kramenmarkt, daar is een showpiste. En daar worden op dit moment een viertal paarden geveild. En de opbrengst van die paarden vormt de hoofdprijzen van de Elster Paardenverloting. U heeft een probleem volgens mij, niet? Ja, wij hebben een probleem door deze mevrouw. Ja, dat klopt, ja. Oh, het is uw aankoop? Ja, het was eigenlijk een grappie. Oh, ja. Het is een grappie eigenlijk. Ja, een grappie over mijn portemonnee. Ach jongens. Ik stak de vinger op en ik had hem. Oh, net met de veiling. Ja. Op de markt van 2010 werden er 2350 paarden en ponies aangevoerd. En waren er ongeveer 40.000 bezoekers. Normaal gesproken is er ook altijd een levendige handel. En worden er veel paarden verkocht naar alle mogelijke landen in Europa. Vlak bij de markt ligt een groot parkeerterrein voor aanvoerders en bezoekers. En exportpapieren en keuringen, die kunnen ter plekke worden geregeld. Wat gebeurt hier nou? Er wordt gehandeld, maar hoe gaat dat handelen dan? Nou, dan vragen ze zijn geld. Hè. En dan vraagt zeg maar een bedrag en dan is het te veel. Dan proberen ze te verkopen. Hè. En dat is wat handje klappen? Ja. En dan? Dat weet je nooit van tevoren. Of dat ze hem wel verkopen of niet. Dan wordt niet gelijk, nou is goed joh, dan koop ik hem. Dat zeggen ze niet, hè? Nee. Zo vlug gaat dat niet. En hij wil ook niet mee ook, hè? Nee, ja, ik wil niet luisteren, maar ik pak hem even een keer met zijn bal aan, dan wil hij wel lopen. Is het een paard of is het een... Nee, het is een merk. Ja, nou geef ik hem weg weer aan een goed doel. Oh, dat wel? Ja, dan wel, dan moet ik hem mee. Ja, dan opbrengst gaat ook naar een goed doel, hè? Ja. Maar is het niet leuk voor een... Ik heb nu een hele grote tuin of zo. Hè? Balkonnetje. En dan zitten we toch in de gang. Get my money, buy my medicine. Wat heeft u nou precies gekocht? Een bruine pony. Je hebt gekocht voor een man die moet er vier hebben voor vierspan. Moet zeer bruin zijn. En bruin kunt u praktisch in bruin komen. Die zijn heel sporadisch voor het bruine. Wat kost nou zo'n pony? Ik ben toch benieuwd. €160. Deze pony kost €160. Ja, het is treurig. Een jaar 5, 6 weken kreeg je zo'n vlot 500-600 voor. Zo zijn die prijzen gezakt. Hè. €160. €160, een hele pony. Je belt in de auto en hij is de boete hoger. Ja, en ik krijg hij is nog geshipt. Dat kost 4 tientjes shippen. Ja, met een maat heeft net 3 ponies, 3 Shetlands verkocht. Ja. Hengstjes. Ja. En dat kost 17,5 uur shippen. En hij is net al 3 verkocht voor €75. Hij kon geen cent meer krijgen, helemaal niet. Maar wat is er dan nog leuk aan die paardenmarkt? Ja, daar zit er van ouds in. Dus, van ouds is er altijd mooi in handen geweest, maar de hand is nou niet mooi meer. Dus het is helemaal weggegeven. Het is maar knijnengeld, zeggen ze altijd. Knijnengeld. De traditionele markt was dit jaar voor de 751ste keer op rij succesvoller dan ooit.